Oké. Nou, het probleem van de kaaklijn is dat het slapper wordt. En dat zie je vaak bij vrouwen die rond de 45 tot en met 55 zijn. En die zitten ook, gaan dan ook zo doen. Dan zie je dat, en dan zitten ze in de spiegel te kijken. En dat geeft toch, ja, soms zijn ze dan een beetje lacherig of van het hoort erbij. Maar sommige mensen vinden dat ook gewoon echt best wel een beetje vervelend. Want een mooie strakke kaaklijn toch wel iets wat over het algemeen toch wel als mooier wordt ervaren. Daar zijn heel veel middelen voor om dat te doen. Eerste is, over het algemeen werk je toch met fillers. Nou, dan begin je een beetje hier te versterken en hier te versterken. Dus optisch gezien wordt de kaaklijn strakker. Ik zelf ben daar wel iemand die daar niet te veel in meegaat, want anders kan het ook weer te vierkant worden. Dus dat is lastig. Maar je kunt het ook soms wel eens met een vetoplosser, kan je dat heel duidelijk verminderen. Dus hetgene wat eerst te veel was, kan je dus dan ook verminderen. En dat geeft best wel hele goede resultaten. Dat geeft gewoon goede resultaten. Hangt er een beetje vanaf. Kijk, je moet altijd met dit soort behandeling moet je niet alleen maar blijven vullen totdat het weg is. Het moet allemaal in samenhang met het hele gezicht zijn. Dus soms zul je ook moeten accepteren, moet je accepteren van mij, dat een beetje een hang toch aanwezig is. Het is eigenlijk vrijwel heel goed te behandelen. Maar je zult soms een afweging moeten maken. In het hele gezicht moet ik het toch een beetje laten zitten. Omdat het anders dan een beetje raar uit begint te zien. Maar dat is dus iets wat je dus weer in een persoonlijk consult met mij moet bespreken.